is een boggle. 16 hokjes met letters. Met die letters zijn natuurlijk een heleboel woorden te maken. Bijvoorbeeld spel. Maar dat woord mag niet. De letters moeten elkaar namelijk aanraken. Zalm is een goed woord. En ook bij het woord muziek staan de letters met elkaar in verbinding. Dat zijn de regels. En laten we nu maar echt gaan boggelen. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer. Dank u wel, dames en heren, jongens, meisjes, een heel goedenavond. Hartelijk welkom bij Boggle. In de laatste weken hebben heel wat mensen de KRO gebeld met het verzoek om Boggle wat minder spannend te kunnen maken. Want daar konden ze niet meer langer tegen, maar ze vonden het veel te spannend. Nou, toen hebben we een paar dagen met elkaar gesproken. We hebben niets kunnen vinden. Tot slot heb ik een aantal hele saaie vriendinnen van mij gevraagd. Hebben jullie nog een aantal oplossingen? Nou, die kwamen met een aantal briljanten. Maar we hebben toch besloten, we houden Boggle zoals we dat al weken met u gespeeld hebben. Dat is zeker. Wij hebben vandaag twee zusters en twee gebroeders. En we beginnen met de heren. Zij zijn buschauffeurs. Ze rijden ergens in de Peel. Als u geluk heeft, kunt u ze daar dagelijks zien. Hier staan ze. Ze komen uit één gezin. Gerard Verhoeven en Willy Verhoeven. Binnenkomen van deze heren, overigens heel goedenavond. Dan ziet u twee echte stoere Brabanders. Wat moesten we daar tegenover stellen? Ja, dat is eventjes zoeken geblazen. Maar we dachten toch twee uitstekende kandidaten daarvoor gevonden te hebben. Mag ik u applauzen, dames en heren, jongens en meisjes, voor de dames Zegers. Luister naar de voornamen Ineke en Joyce Zegers. Kijk eens met wat voor een souplesse zij een van de dobbelstenen al meteen weggooide aan het begin van dit programma. Dat belooft wat. Ik kom straks bij de dames, maar we beginnen bij de heren. Ik heb gezegd, heren, busonderneming. Jullie zijn buschauffeurs? Ja, dat klopt, ja. Is dat een zwaar werk? Wordt er nog gelachen? Er wordt wel gelachen, maar het is ook wel een beetje zwaar werk. Ja, ja, elke keer sturen maar, hè. Om en gas geven. Ja, ja, dat valt niet mee, jongen. En noem eens iets aardigs wat jullie dagelijks meemaken. We hebben op de stad dus één zone. En één zone dat is twee strippenkaart. Ja. En als de mensen dus geen kaart hebben in de voorverkoop hebben gekocht, dan komen ze bij de chauffeur. En dan zeggen ze van, chauffeur, mag ik een engeltje of een kleintje? Dus dan, ja, ik ben om 5 uur pas afgewerkt, zeggen wij dan nog. En daar ligt. Zo gaat dat, ja. Gaat dat zelf? Succes. En we komen dan bij de dames. Het zijn studerende dames. Mag ik eerst even vragen, wat vind je van onze heren van vanavond? Kanjers. Dat vind ik. Ja, maar die hebben we met zorg uitgezocht, hoor. Ja. Even een vraag aan de heren. Zijn jullie al getrouwd of niet? Ja, toevallig wel. Dus nou, dus dat onderwerp. Jammer, hè? Dat onderwerp. Nee. Dat hey, jongens, rustig aan, want die vrouwen zijn ook meegekomen. Hey, wat studeren jullie? Ik studeer communicatiewetenschappen in Nijmegen. Wat zegt die meneer? Oh. Ja, dat is ook iemand die communicatie studeert. Ja, die heeft er meteen, afgestoord. Nou. Wat studeer jij? Ik studeer aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. En wat betekent dat? Wat wil je dat dan betekent worden? Dat je straks een managementfunctie kan doen in het toerisme. Ja, en dat lijkt je enig? Ja, dat zou ik wel willen. Hoe lang moeten jullie nog studeren? Ik nog 1 jaar. Ja. Ik wil volgend jaar nog een specialisatiejaar invoeren, dus ik doe er nog maar 2 jaar. Nou, dus geld kunnen jullie gebruiken eventueel? Studenten kunnen altijd geld gebruiken. Nou, hopen we dat. We zullen zien of jullie de finale zullen halen. Dames en heren, Ineke en Joyce Zegers. Nee, dat wordt lachen geblazen vandaag, jongens. Dus dat maar goed afloopt. We beginnen als eerste, dames en heren, met de slang. Het eerste onderdeel van de eerste ronde. Hier is die slangenwoord, dat bestaat uit 12 letters waarvan wij de eerste letter geven. 5 seconden later gevolgd nummer 2, 5 seconden later gevolgd nummer 3 om 25 gulden. Dit is de eerste van vanavond. Succes. Wat zegt? Ik zeg dankbaarheid. Nou Joyce, dat zou een geweldig begin zijn.
dankbaarheid. Mag ik het zien? Dankbaarheid is uitstekend. Even een vraag aan de heren. Heren, hadden jullie dat ook gezien? Ja. Oh. Nou, dan weten we dat tenminste. We gaan naar degene die het bonusspel gaan spelen. Dat kan nog wat worden met die gasten, hè? Duurt lang. Ik zou die vrouwen van die jongens wel eens willen zien. Ja, dat is een heel persoonlijke aangelegenheid. Zo begin ik altijd. Ja, ik heb hier een letter. Hier zit, of een dobbelsteen zit een letter in. Zij weten niet welke letter dat is. Er liggen hier 12 twee keer het woord Boggle. Zij mogen het bonusspel gaan spelen omdat zij die slang hebben opgelost. Welke letter wil je waarin hebben? Ik doe eerst. Ja. Hou hem hoog. Ik wil de letter B in 1. In 1. En Ineke? De E in 4 maar. Nou, goed. Als je het woord Boggle kunt vormen, krijg je 50 gulden. En zover is het nog niet, dus we gaan verder met dat andere speltje in de eerste ronde. Dat is het om- en omspel. Heren, ieder vier keer de gelegenheid om een lang woord te maken. De meeste letters die bepalen wie de 25 gulden bij krijgt. De dames wonnen, dus de 8 seconden van vanavond zijn voor haar. En voor haar. Dus voor hem. Denk aan de tijd, denk aan de tijd. Als het is afgelopen. Nou, je bent nog niet aan het slapen, jongens. Kom op, kom op. Ik wil het nu horen. Drie. Kaal. Gal. Kaal. Kaal. Denk aan de tijd, hoor. Heren, 8 seconden. Hoe zit jullie? 4-0. Ja, Willy? Klein. Klein. Ja, je hebt een kleine voorsprong. 5-4. Tweede poging voor de dames. Kom op. Stand zit dicht bij elkaar. Rijksdaalder. Nou, dat vind ik heel mooi, is dat klopt. Wacht even, jongens, want het moet gevormd kunnen worden via de Boggle. En de letters moeten elkaar aanraken. Rijks. Ja, het is goed. Goed, goed. 15-5. Kom op, de tijd loopt. Kom op, 15-5. Kom op. Tweede poging. Ja, zeg maar. Ja. Daalder. Daalder, ja, dat is heel goed. Daalder. Daardoor blijf je er nog een beetje bij. Een stand van 15-12. Er zijn maar 3 letters verschil met de derde poging voor de dames. De partijen liggen echt nog heel goed bij elkaar. Wat zeg je? Hinder. Hinder? Ja. Hinder hebben van... Goed. Dat zijn de 6, 21, 12. 9 letters achter. Doe iets briljants, heren. Ja? Dadel. Dadel. Ja. Ja, is goed. 21-17, laatste poging. En wat is het? Salade. Ja, maar dat is mooi. Salade, kan het. Ja, het kan over naar boven. Ja, goed. 27-17. 10 letters sta je achter. Doe iets bijzonders. Ja, zo goed. Moet 10 letters bevatten dat woord, wil je dit 25 gulden? Denk aan de tijd, wat is het? 10 letters moet het hebben? Erg. Ja. Het is een prachtige vondst. Maar het levert niet genoeg op 25 gulden voor de dames. Ja, het was een briljant bedacht van de heren. Maar het was niet voldoende. Nee. Het bonusspel wordt met jullie gespeeld. 2 letters. Jij maar eerst. Er stonden er al 2. Wat is de eerste? De L. Ja, waar gaat die in? 4. 4. En Joyce? Ook een L. Een L. En waar mag die in? Doe ook maar 4. 4. Oké. Ja, het leuke vind ik van de heren, ze staan weliswaar achter met 50 gulden. Maar ze doen toch af en toe voorkomen of ze een briljante vondst hebben bedacht. En dan komt de dadel. Of dat vind ik een beetje teleurstellend tot nu toe. Ja, maar amusement. Oké, amusement staat hoog in ons vaandel. Dat is goed. Ja, dat is goed. Let op. Ja. Ach, klap ook maar even voor ze dan. Dan gaan we even. Ja. We hebben nog nooit zoveel applaus gehad voor de mensen die zo ver achter stonden. Achteraus, ver. 50 gulden. Er is helemaal nog niks gebeurd. We gaan nog heel lang verder. 50 gulden is het verschil. We komen bij de slang. De eerste letter komt nu. Wat is het woord? Dat bestaat uit 12 letters. Dat
Weet je het nu al? Ja. Wat is het, Joyce? Brandblusser. Brandblusser. Ja, we gaan eens kijken of het klopt. Brandblusser. Brandblusser is goed. Ja, het is goed. Gaat goed, gaat goed. Gaat goed. Ja. Heren, wisten jullie het nou weer? Ja, nou wisten we het echt. Nou wist je het echt. Nou, dan was je net iets te laat. Het bonusspel wordt gespeeld met de beide dames. Er zaten 4 letters in. Ja, er kan nog geen bokkel gevormd worden, denk ik. Alhoewel, met een O en een G. Ik heb een G, die doe ik op 3. En als, ja, in 3. En als jij nu een O zou trekken... Nee, nee, dat kan het nog niet, hè. Dat kan het nog niet, nee. Een G? Een G, waar zit je ook die in? 3. In 3. Ja, dan kan nog niks gebeuren. 75-0. Nogmaals, als zij 1 keer bijvoorbeeld het spel wat nu volgt winnen... en dan ook nog de bokkel hebben, dan staan ze weer gelijk. Dus dat kan allemaal nog. Om en om. Ieder 4 keer de gelegenheid. Hier is de nieuwe bokkel. Degene die de meeste letters heeft, na 4 keer een beurt gehad hebben, die krijgt de 25 gulden bij. Dames, jullie wonnen. Jullie beginnen. Loopt. En? Tabel. Tabel, mooi woord. En een voorzichtig begin van 5 letters. Wat stellen Gerard en Willy daar tegenover? Tablet. Tablet. Oh, sorry. Ja, nou, dat is goed. Tablet. Ik denk dat dat er 6 zijn. Dus dat is 1 letter voorsprong. Tweede poging voor de dames. En wat zeg je? Bruisen. Bruisen. Ja, goed. Bruisen. Ja, en ik zie dat dat gemaakt kan worden. Ja, dat zag ik. Bruisen daar rechtsonder. Dat brengt de stand op 12-6 voor de tweede poging van de broeders Verhoeven. Ruisen. Ruisen, ja. Ruisen. Nou. Om de stand gelijk te maken. Maar is dat 12-12? Derde poging. Derde poging. Ja. Iedereen krijgt er nog 2. En wat is... Blaten. Blaten. Het lange woord komt er nog niet uit, dus de heren hebben kans, hoor. Blaten, jongens, maak iets bijzonders. Je hebt er 6 achter bij de derde poging van jullie. Kan. Een woord, 6 letters om het op gelijke stand te brengen. Wat is het? Balen. Balen. Dat zouden er 5 zijn en dat geeft jullie een letter achterstand. 18-7, de laatste poging voor de kandidaten. Eerst de dames Segers. Ze hebben 1 letter voorsprong. Het gaat er nu om. De besten. 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 Ja. Dat betekent een stand van 24-17. De laatste poging voor de heren. Er staan 7 letters achter. Als we een woord hebben dat bestaat uit 8 letters, dan hebben ze 25 gulden. En misschien komen ze daarmee gelijk. Denk aan de tijd, heren. Maak iets goed. 8 letters het liefst. Wat is het woord? Ierse. Ierse? Ja, een Ierse. Ja. Maar het zijn wel geen 8 letters, maar ja. Ja, het zijn er geen 8. 2 Ieren. Ierse. En dat brengt de stand op 24-20. Weer 25 gulden voor de dames. En het bonusspel wordt gespeeld met hen met kans op misschien 50 gulden. Zit dat erin, dames? Wat trek je? De G. Dat komt slecht uit. Waar zet je die neer? Op 3. 3. En ik heb een E. Joyce, een E. 4. 4. Aan wat hoger, ja. 4. Oké, nou, nog steeds geen bokkel. We gaan verder met de slang. Hier komt die nieuwe bokkel. En de eerste letter geven we zo dadelijk elke 5 seconden gevolgd door de volgende. Degene die het eerste weet, die mag het zeggen. Hier is de eerste. M-E. M-E. Heren, maak je onsterfelijk. Zeg wat het is. Melancholiek. Is dat goed? Daar kijken we. Dan zou dat de eerste 25 gulden voor de familie van Verhoeven betekenen. Ja. Melancholiek. Melancholiek. Ja hoor, 25 gulden. En met een beetje gunstig gokken is het misschien mogelijk om het bonusspel ook te winnen met 50 gulden. Wat trekken de heren? Laat het duidelijk zien. Ze hebben nog geen 1 dobbelsteen mogen openmaken. Idemine met de... Ja. Kom op, kop. De G. Daar hebben we niet veel aan, hè? Nee.
Op we zoeken een, 3. We zoeken een O. En wat heb je? De G. Dat is jammer. Die zet ik een 1. Die zet je een 1? Ja. Oké. Okay. Nou, de stand blijft dus 125. En we doen nog één keer waarschijnlijk het om een omspel. Hier komt de nieuwe bokkel. 4 keer weer de gelegenheid om een woord te bedenken. De meeste letters winnen 25 gulden. En die gaan een eind op weg naar de eindoverwinning. De heren voor de eerste keer gewonnen zijn mogen starten. Succes, jongens. Kom op. Probeer gelijk te maken. Denk aan de tijd. Wat is het woord? Rail. Rail. R-A-I-L? Ja. Ja. Rail 4. Een start van 4 letters. Eerste poging voor Ineke en Joyce. Wat zeggen jullie? Naald. Naald. Ja. Dat zijn de 5. 1 letter voorsprong voor de dames. Tweede poging voor de gebroeders Verhoeven. Wat zegt Willy? Pijpje. Pijpje. Pijpje, is goed. Ja, kan gevormd worden rechtsboven. 9-5. 4 punten voorsprong voor de heren met de tweede poging voor de dames. Geef elkaar niet veel toe, hoor. Het komt dicht bij elkaar, geloof me. Beland. Maar als dat goed is, dan lopen de dames weer uit. Beland. Maar is dat geen vervolging van een werkwoordvorm? Zou ik denken, maar... Voltooid deelwoord nog wel. Beland. Dat horen we straks wel. Derde poging voor de heren. Beland wil ik wel eens horen straks. Wat zeggen jullie? Slaap. Slaap. Ja. Slaap. Slaap. Dat is 14-11. De derde poging ook voor de dames. En die kunnen nu verder uitlopen. Derde poging, kijken wat ze hebben. Slaan. Slaan. Nou, zover lopen ze daarmee ook niet uit. En het gaat nu om de laatste beurt. 16-14. De laatste poging voor de heren, Verhoeven. 16-14. Kom op, jongens, kom op. Laatste keer, kom op. Gooi alles eruit. Wat is het? Ja. Heb je gedrukt? Weet je het niet? 3. Plan. Plan? Ja. Ja, plan. Nou, net op het valrecht. Plan. Nou, dat brengt een stand van 18-16. Als de dames niks weten, dan ziet het er zomaar voor ze uit. Maar ze hebben 8 seconden tijd om een woord te bedenken. En dat zal ze naar de overwinning kunnen helpen. En ze weten wat. En ze weten wat? Blaas. Blaas. Ja, dat is goed. Blaas. Een blaas. Blaas. Ja. Die tellen we erbij. Ik ga nog even kijken. We spelen nog 1 keer het bonusspel. Want misschien kunnen ze nog 50 gulden erbij krijgen als ze de O trekken. En... willen jullie een letter, want die zit er nu in, hij moet nu bijna wel komen. Ik heb een O. En waar zet je die neer? In 2. En wat zien wij dan? Bogle. De Bogle. En dat betekent ook 50 gulden erbij. De winnaars van vanavond. Yeah. Ja, bravo. De dames hebben verdiend gewonnen. Wij zien elkaar straks in de finale. Succes. En wij gaan afscheid nemen van de heren. Waarvan ik moet zeggen, heren, ik heb van jullie allemaal genoten. Mocht ik nog ooit eens een keer met de bus gaan, het kan me niet schelen waar ik naartoe moet. Ik ga via de PL, via Helmond. En ik hou mijn hand niet op het abonnement. Ik zeg niet dat ik een kleine moet, want jullie zijn heel bij de hand. Hebben we begrepen. Ja, ja, ja. Willen jullie nog iets zeggen, heren, tegen de dames die daar aan de overkant staan? Sterkte, zet hem op, hè. Is dat alles, jongens? En dat was het. Oké. Okay. Jongens, de heren Verhoeven, succes en bedankt voor jullie komst. Jullie hebben gewonnen. Jullie hebben kans om als studenten met een hoop geld naar huis te gaan. 5000 gulden is het maximum. Zullen we meteen maar beginnen om 500 gulden te gaan spelen? Ja, ja hoor. Zo'n aardige jongens nou eens, hè? Ja. Hey, wil je nog wat tegen zeggen? Nee. Nee? Echt. Doen we okay. Na de tijd wel. Dat is goed. Hier is de eerste bokkel. Het gaat om 500 gulden. We geven je de eerste letter van het woord dat bestaat uit 5 letters. Dat is de B. En het eindigt op een... en daartussen zitten nog 3 letters. Zoek mij het woord dat bestaat uit 5 letters. Wat begint met een B, het eindigt op een N. Succes voor 500 gulden en de minuut loopt. Doe maar. 12. 12. Oh. Ja, jongens. Geen paniek, geen paniek. 11. 1 bom. 11. Nee. Er zitten letters in die er wat mee te maken hebben. 14. Er niets mee te maken hebben. 14. De tweede bom.
is niet erg. Kan hebben. Kunnen we hebben. 10. 10. Zoek het woord. Dat is een letter tenminste. Begin met een B en het eindigt op een M. 15 doen? Nou, doe maar. 15. 15. Ja, zoek het woord, zoek het woord. Geen paniek, denk aan de tijd, kom op. 9. 9. Wat zeg je? 9? Ja. Weet jij het woord al? De oen. Nee, nee, kom op, kom. Denk aan de tijd, hè, want nu moeten we al gaan voortmaken. Die bommen maken we niet meer vanuit. Zoek het woord. Zeg wat. Zeg wat. Zeg vijf. Wat. Vijf, doe maar. Vijf. Als het woord niet geraden, moet je 7 keer gooien. Jongens, kom op. Acht. Acht. Ik kan niet helpen, ik weet het woord ook. Het begint met een B en het eindigt met een M. Doe dan 13 maar. 13. Die maken niet meer uit. Die bommen. Je moet toch 7 keer. Bomen. Bomen. Is dat nog binnen de tijd, vraag ik aan de jury. Als is het woord is geraden. Dat is goed. Dat is maar 5. Het is met hangen en wurgen nog net. Het is geloof ik op een honderdste van een seconde. We rekenen het in ieder geval goed. Dus is het goed, maar je kan pas 500 gulden mee naar huis krijgen. En we hebben nog niet eerder meegemaakt dat iemand 5 keer moest gooien bij de eerste beurt. 1 keer moet de eerste zijn, hè? Ga je gang. 5 keer gooien. Wie begint? Dus rustig aan. En ik moet beginnen met de... Oh, ja, dat blijft bij me zo. De tweede keer wordt er gegooid. Ja. Dat is goed. Dat is goed. De derde keer gooien. De B, de B, de B. Doe ik bij de B? Waar heb ik de B? Oh, wacht even, wacht even. De derde keer gooien is de B. Oké, okay, kom op. Nog 2 keer. De L. Dat is ook... Nou, als het hierbij blijft, dan heb ik er nog wel vertrouwen in. Nog 1 keer. Nog 1 keer gooien. Kom op. Als het maar geen G is en geen E. Geen E. Nou ja, we gaan er straks over praten. 500 gulden hebben ze in ieder geval verdiend. Dat is het. Tegen de mensen thuis zeg ik dat als we hier een G of een E krijgen, alle twee dan, niet één van de twee, maar alle twee, dan kan je het woord boggel vormen en dan verliezen ze ook die 500 gulden. 500 gulden, het is niet veel. Wil je naar 1000 gulden, gok je het? Wat doen we? Ja, we gaan door, ja, dat is duidelijk. Is het zeker? Ja. Ik zou het ook gewoon gokken. Kom op. Ik weet niet wat het wordt. Ik vind het leuk dat jullie doorgaan en ik hoop echt dat jullie 1000 gulden pakken. Dit is de tweede boggel. Een belangrijke voor jullie. De R. Ze zijn niet gelukkig met het gooien, wel misschien gelukkig met het zoeken van dit woord. Begin met een R, het eindigt op een L en de minuut loopt. Succes. 7. 7. 6. Het zit tegen, jongens. Het zit 6. Tegen. 6. 6. Had hij natuurlijk beneden. Ja. 5. Dat zou wel eens kunnen. 5. Riool. 9. Riool, dat zou kunnen. 9. Dan moeten we, moet je dan niet... 2. Ja, of? Of 1. Ja. Ja, Rio. Dat is goed, het woord is klaar. Nou. Ja, ik denk dat de kans dat je een G en een E gooit, alle twee in 2 worpen, toch uiterst klein zal zijn. Ik mag het hopen. Wie gaat beginnen met de gooien voor 1000 gulden? Als je maar geen G en geen E gooit. Ga je gooien? Kom op. L, dat is goed. Dat is goed. Ja, wacht even. Als je geen G gooit en geen E gooit, dan heb je gewoon 1000 gulden. Dat heb je sowieso, denk ik. L, 1000 gulden. Dat is goed. Jongens, dezelfde situatie is nu weer naar voren gekomen als net. Toen ging het om 1000 gulden, maar het is precies hetzelfde. Ik maak er 2000 gulden van. Durf je dat ook? Durven we dat? Ja! We gaan door. Ja, als je net doorgegaan bent, de kans dat er een G en een E komt, is natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Okay. Weet je het zeker? Ja. Want je mag ja. ook 1000 gulden meenemen. Nee, we gaan door. 2000 gulden gaan we jongens spelen. Ja. Succes jongens, kom op. Tweede. Dit is de nieuwe boggel, het eerste letter. De T. En de laatste letter is een L. Succes, de minuut loopt. 7. 7. 2000 gulden gaan we nu. Dus pak letters, pak letters. Geen bommen. 2. 2. Pak letters, pak letters. 3. 3. 3. Maar het zegt me allemaal niks hoor, die bommen. En 4. En 4, weet je wat ik met woorden neem? Tabel. Tabel? Ja. Takel. Dan ook. En takel lijkt je beter? Ja. Nou, als dat zo is, dan heb je bijna al de twee. Maar laten we eerst kijken of het woord goed is. Is het woord goed? Takel. Uitstekend. Ja.
Eén keer moet je gooien. Gooi even. En gooi geen G en geen E. Maar doe het gewoon eventjes. Want het kan belangrijk zijn voor ze. Oh, ze gooit een E. Maar 2000 gulden nemen ze mee. Dat is zeker. 2000 gulden krijgen ze. Ja. Dames, 1000, 2000. Deze drie leg ik even gemakshalve hier. Het gaat nu om een G. Wat willen jullie? Je kunt heel veel geld mee naar huis nemen. Je kan ook kiezen voor ieder 1000 gulden en dan stoppen we ermee. Stoppen. Wij stoppen ermee. Ja. Ja, want de kans dat je een G gooit is natuurlijk groot. Heel groot. Ja. Ja. Weet zeker? Weet het zeker. Iedereen is de meeste, dames en heren. Ja. Wacht even. Ik word gebeld. Ja, de mensen thuis zeggen ook dat je moet stoppen. Ja? Dat is goed, ja. Prima. Nou, dan maken we het einde. Boggel, ze hebben 2000 gulden. Een 1000 gulden voor haar. Een 1000 gulden voor hem. Tot de volgende Boggel. Gefeliciteerd.